Vira krijgt met de komst van Skull dus een van de gedoodverfde titelkandidaten over de vloer. Skull zelf was niet meteen gerust in de verplaatsing naar de wolven en wilde meteen het verschil maken. Toch is het de thuisploeg die het best van start gaat. Uiteindelijk is het de Krikken die van op afstand voor de 1-0 tekent. Beide teams gaan verschroeiend van start en het is David Peters die uiteindelijk de kans krijgt op de gelijkmaker 1-1 via strafworp. De toon is meteen gezet voor deze wedstrijd en Skaldes gaat opnieuw in de aanval. Opnieuw komt er een strafworp. David Peters maakt er 1-1 van en nu is het kapitein Kleinman die voor de 1-2 tekent. Rivira speelt goed mee en het is eerst een poging van Mitch Leenaerts die nog gemist wordt om uiteindelijk de gelijkmaker de 2-2 binnen te tikken door Gilles Driessen. De thuisploeg heeft het goede cadans gevonden en het is uiteindelijk David Peters die een fout moet maken. Via Mitch Leenaerts kan Nick Jansen de 4-3 binnengooien. Het publiek dat aanwezig is krijgt alvast waar voor hun geld. Het is een razendspannende wedstrijd en het gaat hard. Dat heeft Kleinman graag en de captain maakt er de 4-4 mee. De bezoekers blijven mee het spektakel verzorgen. En wanneer Gilles Driessen op het verkeerde been wordt gezet, is het Gwendy de Plekker die de 5-5 binnengooit. De thuisploeg laat het ondertussen allemaal niet aan hun hart komen en na een mislukte poging van Mitch Leenaerts is het uiteindelijk Gilles Driessen die de 8-8 binnengooit. Ondertussen heeft Skaldes een 3-punten kloof en moet Rivira achtervolgen. Col Sabrina met de 9-12. De thuisploeg geeft niet op en slaapt stilaan dichterbij. Op een schitterende wijze de Krikken met de 10-11. Luid aangemoedigd door de supporters is het Mitch Leenaert die de thuisploeg tot op een punt brengt. 11-12. Wanneer de nood het hoogst is, hebben de bezoekers enkele kleppers die het verschil kunnen maken. Kleinman met de 11-13. Met nog 30 seconden te gaan is het de thuisploeg die de 13-14 kan scoren en dat is meteen de ruststand. De supporters kunnen zich gaan opmaken voor een razendspannende tweede helft waarin de Krikken de 15-14 voorsprong binnengooien. De thuisploeg is het best uit de kleedkamer gekomen en neemt met 3 punten op rij een 2-punten-kloof. De schitterende 16-14 van Glenn Powels. Wie dan denkt dat de bezoekers het hoofd laten hangen is verkeerd. Kleinman is een gijzel voor elke verdediging en het is hier de Krikken die de 16-15 moet toestaan. De bezoekers gaan door en wanneer ook de dames nog beginnen scoren, dan weet Rivira dat het moeizaam zal worden. De 16-16 van Patty Peters. De thuisploeg blijft echter goed spelen en het is opnieuw de Krikken die de voorsprong voor Rivira op het bord zet. 17-16. Rivira blijft aanvallen, maar wanneer Kleinman op schitterende wijze David Peters bedient, is de 17-17 een feit. Toch blijft de thuisploeg geloven in hun kansen en het is aanvoerder Mitch Leenaerts himself die de 20-20 binnengooit. Razendspannend. Dit is alvast topkorfbal op het scherp van de snee en dan staan de zenuwen al eens gespannen. Wanneer David Peters voor de 20-21 tekent na een loopfout, is voor de thuiscoach Frank Hardies het hek van de dam. Het levert hem alvast een gele kaart op. Skaldes laat het echter niet aan hun hart komen en maakt gebruik van de situatie. Kleinman met de 20-23. Toch geeft de thuisploeg zich nog niet gewonnen en het is opnieuw Mitch Leenaerts de kapitein die de aansluiting vindt. 23-24. Opnieuw is daar Skaldes en uiteindelijk kan Mitch Leenaerts, man van de match David Peters, niet beletten van de winnende treffer te scoren. En eindelijk kunnen de Skaldes supporters stilaan beginnen vieren.
Het was een wedstrijd om duimen en vingers van af te likken. Rivieren kan met opgeheven hoofd en de borst vooruit nog tekenen voor de 24-26 eindscore. Maar verder komt het niet. Het blijft op 3 punten hangen, terwijl Skaldes aan leiding blijft in de competitie. Al hadden we een ongelooflijk moeilijke wedstrijd. Heel knap van Rivieren, de verdiensten van Rivieren. Van ons zeker de eerste time, korfballend veel beter. En toch komt Rivieren door opportunistische spelen rond de korf en door goede kansen binnen te gooien, soms ook heel mooie kansen binnen te gooien, blijven ze goed bij. En dan een tweede helft, een ander verhaal, dan was Rivieren korfballend wel beter. We hebben het moeilijk gehad, maar ik vind, daar hebben we het al eens over gehad, dat de beste ploeg vandaag is gewonnen. Rivieren komt wel zeer sterk terug uit de kleedkamer. Een vorm van ongerustheid bij jou of bij jouw ploeg dan? Ja, ongerustheid bij mijn spelers, dat weet ik niet. Ik ben hier nooit gerust. Hè. Tegen Rivieren ben je nooit klaar. Dan krijgen we er 3 tegen, 3 na elkaar. Ik denk dat Bart ons eerste doelpunt maakt. En dan zijn we eigenlijk terug vertrokken. Ongerustheid, we moesten wel gaan scoren, dat is in ieder geval waar. Maar verder was ik er toch redelijk gerust op. Zowel Bart als David, ja, ganse team, maar het zijn toch 2 zeer bepalende spelers. Hè. Vandaag David. Ja, absoluut. Hè. Nu wil ik toch David vandaag in de picture zetten. Hè. Dit was heel sterk. We mogen natuurlijk de recuperatie en de ondersteuning in zijn vak niet vergeten. Hij doet het niet alleen. Hè. Het is geen basket. Maar dit was toch wel heel goed, ja, absoluut. Je speelt tegen Skaldes, is dat toch wel misschien wel een titelkandidaat is. We wisten dat we heel hard moesten gaan vechten vandaag. Dat hebben we gedaan. We hebben een heel schone curve al gebracht. En dan is het jammer dat je op zo'n manier moet verliezen. Hè. Maar... En welke manier bedoel je dan? Welke manier? Je hebt een rosse staan. De mid zit in deze neus. Die gooit ballen van links in de hoek, van rechts in de hoek. De laatste 2 seconden. Die mag je normaal dan niet meer gooien. En dan gooit ze erin. Ja, en dat is een pech. De scheids. Ja. De scheids wil ook niet al te veel zeggen. Zijn grensrechter weet duidelijk niet wat lopen is. Volgens mij is dat heel simpel. Je hebt een bal vast. Je mag niet bewegen. Ja. Hij ziet het niet. Hij ziet het misschien wel, maar hij wil het niet zien. En dat is dan zuur en dat is dan jammer. Hè, omdat je er gewerkt een hele week voor deze wedstrijd. En dan is dat zuur dat je zo verliest. Hè. Maar we houden er wel een goed gevoel over. We hebben een heel goede wedstrijd gespeeld. En ik denk dat we dat moeten meepakken de volgende week. Ja, zeker. Deze is zuur. We hebben de kansen gehad. En, het is jammer natuurlijk dat je in het ene vak minder scoort dan in het andere vak. En, deze is echt wel zuur. De coach wil niet reageren. Begrijp je? Ja, ik begrijp hem volledig. Hij is helemaal gefrustreerd. Ja, natuurlijk ook de schaats die er niet helemaal in de wedstrijd zit. Hij heeft de wedstrijd ook niet helemaal in zijn hand. En ik kan wel begrijpen dat de coach niet wil commentaar. De Trevira speelt wel goed korfbal, ondanks jullie verlies. Ja, we spelen zeer goed korfbal. We trainen er ook hard voor. Maar het is natuurlijk jammer dat je niet kunt scoren. Allee, de kansen die je krijgt en die je creëert, dit zijn kansen die je moet afwerken. En sommige kansen creëren en werken niet af. Ja, dat is jammer natuurlijk. Ik heb heel goed gespeeld vandaag, maar ik denk heel team heeft goed gespeeld. Anders maken we geen 26 golen. Tegen een stuk Rivera, dat blijft vechten tot het laatste moment. En dat wisten we voorhand al. Maar dat is toch heel moeilijk tot het liefste om onze concentratie hoog te houden. Want je weet, Mitch kan ineens ontploffen en kan die 2 golen terugmaken. En dan heb ik de kans dat ik op het laatste die een buzzershot binnenging. En dan was de wedstrijd afgelopen, pas een minuut voor het einde. Dus, dat is moeilijk wel. Ja, het was een zware wedstrijd. Hè? Je hebt het niet cadeau gekregen. Nee, zeker niet. Ik denk dat we heel goed gestart zijn. En ja, we maken mooie doelpunten, maar we krijgen ook domme doelpunten terug. En we laten Rivieren in de match komen. En sindsdien komen ze echt beter in de match. En moeten we echt alles geven. En Bart heeft gelopen als een zot. Onze rebounders moesten heel hard hun best doen. Ja, maar ik zeg het. Die is op basis van een teamprestatie. Er is altijd een speler die iets beter is. Dan is het Bart, dan is het Patty, dan is het Kane. Het is iedereen. Elke week iemand anders. Dat is het leuke.